Hij maakte de muziek voor de Ossen musicals Villa Johanna in 2006, voor Hotel Johanna in 2008 en voor Octopussy in 2010. Hij overleed donderdag. Joop Stokkermans, hij werd 75 jaar. Regisseur Karel van Vliet uit Overlangel werkte sinds 2000 met hem samen. Dat begon met het stuk Een ode aan Joop Stokkermans. We waren kunstvriendjes. Het klikte enorm goed. We hebben daar een fantastische show neergezet. En sindsdien werden we collega's. Later werden we vrienden, want ik werk nu 12 jaar met Joop. En we zijn zelfs tot slot nog familie geworden, want we zijn allebei opa van dezelfde kleinkinderen. De dochter van Karel, Floor Anne, trouwde met Stanley Stokkermans. Inderdaad, de zoon van Joop. Met Joop bracht Karel vele uren door. Joop was zo'n man die zei eerder dat hij tegen mij opkeek dan dat ik tegen hem opkeek. Dat vond ik dan altijd weer zo vreemd, maar het typeerde hem dan ook zo. Want Joop was echt een groot man, ik herhaal het nog maar een keer. En hij was ook nooit te beroerd om met wie dan ook te werken. Kijk, en ik zie het dan ook nog steeds als een groot voorrecht, en dat zal nu iedereen duidelijk zijn, dat wij in Os zoveel met hem hebben mogen doen. Het oeuvre van Stokkermans is duizelingwekkend. Zo maakt hij onder meer de muziek voor deze bekende televisieseries. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Haal op de doek voor Barba Papa. Ahoy, daar komt de perenkont. Toet, toet, boing, boing, Kokkie en Peppie. Peppie en Kokkie. Musicalster Vaillant van den Bos uit Ooijen speelde in 2011 en 2012 in de musical Droomvlucht. En op de tribune zat speciaal voor haar Joop Stokkermans. Ja, dan voel je gewoon heel erg vereerd dat zo iemand komt kijken. En dan maakt hij ook een compliment dat mijn dictie heel goed is. En dan ben ik was al heel erg onzeker over wat ik daar sta te doen. En dan maakt zo iemand een compliment en dan ben je zo gelukkig. 14-jarige Vaillant van den Bos hoopt zelf op een lange carrière. En ze heeft veel bewondering voor de loopbaan van Stokkermans. Hij heeft zoveel bereikt en dan denk je echt van, Jezus, dat is zo knap dat iemand dat zo kan. En dan word je gewoon heel erg geïnspireerd door zo'n persoon. En dan denk ik, wow, daar kijk je echt tegenop. Nogmaals, Stokkermans heeft ongelooflijk veel gemaakt. Zo ook commercials. Lever kips, lever worst, dan gewoon een lever worst. Joop Stokkermans wordt komende woensdag begraven.